meer gedetailleerde richtlijnen over de 5 stappen van emotiecoaching. Stap 1. Bewustzijn. Ben je bewust van de emoties van het kind? Dit gebeurt vrijwel vanzelf wanneer je simpelweg de gezichtsuitdrukking, lichaamstaal en het stemgeluid van het kind observeert. We doen dit normaal gezien ook al, maar het is belangrijk om alert te zijn op waarschuwingssignalen in de vorm van negatieve emoties, welke kunnen duiden op een potentiële confrontatie of de behoefte van het kind om met iemand te praten. Stap 2. Aanleiding. Emoties herkennen als een aanleiding om connectie te maken of om te leren. Dit is vooral het signaal waar we naar op zoek zijn wanneer we ons gaan verdiepen in het kind. Op dat moment besluiten we hoe we contact maken. We zeggen bijvoorbeeld: je kijkt niet blij, wil je erover praten? Je lijkt een beetje van streek te zijn, is er iets gebeurd? Onthoud, jouw verwachtingen moeten overeenkomen met hun vaardigheden, welke vaak afhangen van hun leeftijd en hun uitdrukkingsvaardigheid. Stap 3. Benoemen. Help het kind zijn emoties verbaal te benoemen. Dit is wanneer het kind zich begint open te stellen over wat er is gebeurd. Je leest hun emoties af en helpt hen hun gevoelens onder woorden te brengen. We zeggen bijvoorbeeld: je zult je wel vernederd hebben gevoeld. Je zult wel gekwetst zijn daardoor. Je zult je wel machteloos hebben gevoeld in die situatie. Je verwachtte waarschijnlijk een andere reactie, niet? Onthoud, het heeft geen zin om emotioneel vocabulaire te gebruiken wat ze niet begrijpen. Stap 4. Bevestigen. Breng empathie en begrip over. Hier borduur je verder op stap 3. Door het kind te laten voelen dat je begrijpt wat het doormaakt. Maar je maakt ook duidelijk dat het gedrag van het kind niet acceptabel was. Eventueel door voorbeelden te geven over hoe iets vergelijkbaars jou ooit is overkomen en hoe je je daarbij voelde. We zeggen bijvoorbeeld: ik denk dat ik weet hoe je je voelt, want ik heb niet zo lang geleden, of toen ik zo oud was als jij, hetzelfde meegemaakt. Maar je snapt toch wel dat je reactie het waarschijnlijk alleen maar erger heeft gemaakt? Ik herinner me dat ik in dezelfde situatie verkeerde als jij en dat ik me daarna puntje, puntje, puntje voelde. Het is oké om boos en overstuurd te zijn, maar het gaat verkeerd als we onze zelfbeheersing verliezen. Onthoud, zelfs wanneer het kind fout zat, beginnen we toch eerst met het accepteren van zijn of haar emoties, aangezien dit de enige manier is om het kind aan jouw kant te krijgen, voordat je in stap 5 met de oplossing van het probleem kunt beginnen. Maar zorg ervoor dat je duidelijk maakt aan het kind, op de minst veroordelende manier, dat zijn of haar gedrag onacceptabel was. Dat het oké was om die gevoelens te hebben, maar niet om zich te gedragen op de manier zoals het kind heeft gedaan. Stap 5. Grenzen stellen. Het probleem oplossen en grenzen stellen aan het gedrag. Dit is de laatste stap. Nu het kind aan jouw kant staat en het gevoel heeft met jou te kunnen praten over zijn of haar slechte ervaring, kun je verder vragen naar wat in eerste instantie de aanleiding van het probleem was. Op deze manier kun je het kind begeleiden naar het erkennen van zijn of haar negatieve gedrag, zonder het uit te hoeven spellen. We zeggen bijvoorbeeld: maar nu we het over jouw gevoelens hebben gehad, hoe denk je dat die andere persoon zich voelde bij wat jij zei of deed? Als je de kans kreeg om deze situatie nog een keer over te doen, wat zou je dan anders aanpakken? Laat me je helpen om dit probleem op te lossen. Laten we samenwerken. Hoe denk je dat je het nu weer goed kan maken? Onthoud. Jij hebt al een idee waar het kind de fout in is gegaan. Maar als jij het voorkoudt, zal het kind het gevoel hebben
dat je hem of haar veroordeelt of betuttelt. Het idee is om het kind zichzelf te laten realiseren waar het de fout in is gegaan. Op die manier lijdt het kind geen gezichtsverlies en heeft het gevoel dat het met een klein beetje hulp van jou het probleem zelf heeft opgelost, zonder dat er met het vingertje naar hem of haar is gewezen.